Om de komende 2 weken de pijn iets te verzachten, openden wij het podium van de gedeelde smart. En daarop, iedereen die geen werk heeft, omdat het niet de schouwburgers zijn dicht, er is geen publiek. Dat kunnen voetballers zijn, dat kunnen zangeressen zijn, hoogleraren. Het kunnen ook kunstwerken zijn. Vanavond is het Harry Jekkers die op het podium staat. En het schilderij is Gezicht op Delft. Dat Gezicht op Delft dat staat in het Mauritshuis. Het Mauritshuis is gesloten. Dat kunnen wij dus niet naartoe. Dat kunnen we niet zien. Maakt dus onderdeel uit van ons podium voor de gedeelde smart. Jij hebt, Harry, een lied gemaakt over dit schilderij Vermeer. En dat komt goed uit, want er komen de 2 dingen bij elkaar. We kunnen A naar het schilderij kijken. En dat gaan we eens goed bekijken dankzij jouw lied. En we zien jou nog even. Oké, dankjewel. Leuk. Hoe heb je het aangepakt? Wat zeg je? Hoe heb je het aangepakt? Ik heb het aangepakt. Nou, ik ben vroeger heel erg verliefd geweest. Mijn eerste liefde, die woonde in Delft, een meisje. En daar heb ik mijn eerste zoen gekregen. En toen ik dacht, ja, een mooi gezicht zie ik dan in mijn geheugen. Mm. En dat is ook een gezicht op Delft. En dacht, dat kan ik misschien wel combineren. En er is ook een leuk weetje over het schilderij. Toen wist ik zeker dat ik daarover een liedje wilde maken. Ze hebben onlangs met röntgenstralen gezien dat er een man op de voorgrond heeft gestaan. En dat 3,5 eeuw geleden, want zo oud is dat schilderij. Op de kade? Ja, heeft Vermeer dat zelf gedacht, nee, toch maar niet. En dat is ook verwerkt in dit liedje, dus dan weet je waar het een beetje over gaat. Dus waar die mensen staan, daar stonden nog 2 mannetjes bij? Ja, maar in het midden juist, vrij centraal. Ja, op de kamer. Wisten we niet? Gaan we horen. Oké. Ja? Ja, graag. Ik ben 68 jaar nu en ruim over de helft. En ik sta hier en ik kijk naar Vermeers gezicht op Delft. Het is ochtend en het heeft geregend. De daken zijn nog nat en het licht valt op de oude binnenstad. Er ligt een trekschuit aan de kade die zo vertrekken gaat. En in de verte zie je de nieuwe kerk die daar nog altijd staat. Er staan mensen op de kade, ze praten met elkaar. Wat ze zeggen, dat weet niemand, eeuwenlang al staan ze daar. En die 7 anonieme mensen, geschilderd door Vermeer, overleven nu al eeuwen, hun schepper van weleer. En er heeft ooit op de voorgrond even nog een man gestaan, maar die is weggeschilderd door Vermeer en weer in verf opgegaan. Maar ik zie wat niemand ziet in het gezicht op Delft. Mezelf toen ik nog 16 was en nog lang niet op de helft. 50 jaar geleden voor een mens een eeuwigheid. Maar voor Vermeers gezicht op Delft maar een rimpel in de tijd. Maar ik ben nu 68 jaar en ver over de helft. En ik heb opeens geen oog meer voor Vermeers gezicht op Delft. Want in de wolken en het water en in het wisselende licht zie ik opeens een mooier, veel mooier Delfts gezicht. Van mijn allereerste meisje, van wie ik s'avonds na het werk in Delft mijn eerste zoen kreeg, vlakbij de Nieuwe Kerk. Meer dan 40 jaar geleden, voor een mens een eeuwigheid. Maar voor Vermeers gezicht op Delft maar een rimpel in de tijd. We staan maar even op de voorgrond, daarna wordt een mens altijd. Net als die man die op de kade stond, weggeschilderd door de tijd. Wauw. Matthijs, mag ik een dwarse gedachte even uiten?
Ik vind dat je, zolang het coronavirus en lockdown het is, dat je dit programma moet verlengen. Ik ga Frans Klein vragen of de Pasen. Ik vind echt, dit is zo mooi. En dan ga je stoppen volgende week vrijdag. En dan, wat moeten we dan? Dus ik wil je hier vragen als dwarse denken. Daarvoor nodig je me uit. Je zegt dat, kun je alsjeblieft nog 2 of 3 weken langer doorgaan. Ik merk dat ik ook troost krijg uit je programma. Ik kijk er met mevrouw en dingen naar. Ik vind het heerlijk om het te zien. Het geeft me een goed gevoel, je gezicht. Je bent al 15 jaar. Ik vind niet dat je in coronatijden zo eruit kan pleuren. Dus alsjeblieft nog 3 weken doorgaan.